Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Vandaag niet over Tinkercad of over Slicer, maar gewoon omdat ik voor mijn gevoel weer wat aardigs geprint heb. Soms dan ontwerp ik zelf iets om te printen. Soms omdat dat iets moet repareren of omdat het ergens voor bedoeld is. Soms ook omdat ik dat gewoon leuk vind. Maar ik vind het ook erg leuk om gewoon mooie objecten van het internet te downloaden en die dan te gaan printen. En daarbij schuw ik ook lang niet altijd het moeilijke werk. In dit geval heb ik twee dingen geprint die ik aan jullie wil voorstellen. En ze komen allebei vanaf de website www.myminifactory.com. Het rare is dat ik zeg maar vind dat juist daar vaak de mooiere objecten vandaan komen. Het Thingiverse is een hele mooie bibliotheek met heel veel dingen die je kunt downloaden. Maar ik vind de mooiere zaken komen vaak van MyMiniFactory. De twee dingen die ik ga laten zien vandaag aan je, dat zijn de London Tower Bridge. En dat is een afbeelding van de Pietà van Michelangelo uit het Vaticaan. Dat is een beeld wat in het Vaticaan in de Sint-Pieter staat. Als je de Sint-Pieter binnenkomt, aan de rechterzijde gelijk, staat daar de Pietà van Michelangelo. Michelangelo was samen met Bernini de grote kunstenaar van het Vaticaan. Bernini bekend vanwege zijn fonteinen op het Sint-Pietersplein, maar ook het baldakijn boven het altaar van de Sint-Pieter. En Michelangelo natuurlijk vooral bekend vanwege zijn muur en zijn plafondschildering in de Sixtijnse kapel. Maar Michelangelo heeft natuurlijk heel veel mooie dingen gemaakt, zoals de David die in Florence in het museum staat. Maar een van zijn topstukken dat is ook de Pietà. En de Pietà staat dus, als je de Sint-Pieter binnenkomt, aan de rechterkant, gelijk bij binnenkomst zo'n beetje. Die Pietà dat is eigenlijk een beeld wat gemaakt is zeg maar als grafsteen voor een Franse bisschop of kardinaal. Daar weet ik niet helemaal zeker mee, maar bisschop of kardinaal. Het werk bleek echter zo mooi te zijn dat het nooit in die hoedanigheid gebruikt is. Het is gebruikt als zelfstandig standbeeld, eigenlijk beeldengroep, de Pietà van Michelangelo. Ik ga jullie zometeen daarvan een videootje laten zien. Ook de timelapse van de bouw en nog een foto. Het is het witte beeld wat je straks te zien krijgt. Het andere wat ik ga laten zien is de Tower Bridge in Londen. Nou, iedereen kent hem wel. De brug met de beide fantastisch mooie torens over de Theems. Een van de nadelen van MyMiniFactory is dat als je daar sommige objecten die je daar downloadt, dat zijn objecten die vaak zo klein gemaakt zijn om de bestandsgrootte klein te houden. En dit was daar een voorbeeld van. In het totaal bestaat dit object uit, 8 onderdelen. Eigenlijk 4 onderdelen die dubbel geprint zijn, dus 8 onderdelen. Alleen om een beetje een formaat te krijgen van een centimeter of 15 tot 20, heb ik het per 1500-voudig moeten vergroten. Zo klein was het eigenlijk in het bestand. En dat vind ik altijd een gevaar van, past het dan uiteindelijk wel, komt het allemaal wel goed uit? En dat was ook best in dit geval wel, want ik vind sommige onderdelen wel redelijk los zitten. En ik heb hem niet verlijmd, maar ik heb hem wel zo gemaakt dat hij uiteindelijk keurig werkt. Ook van de Tower Bridge krijg je zometeen een timelapse te zien. En naast die timelapse even wat fotootjes ervan. Ik wens je daar alvast plezier mee. Nadat ik dit heb laten zien, kom ik nog heel even terug. Maar alvast tot zometeen.
What's wrong? Daddy still at Johnny's. That's terrible? No, it's awesome. I can't keep up. Zo, daar was ik weer. Ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. En ik zou ook willen zeggen tegen je van, wees niet bang om dit soort dingen te gaan printen. Want wat kan er uiteindelijk misgaan? Als het misgaat, ja, ja jammer, er gaan wel eens vaker printjes mis. Maar op deze manier kun je hele mooie objecten printen. Wat mij voor nu rest, en dat is ook waarom ik nog even terug wilde in beeld. Het is 24 december 2018. Morgen is kerstmis 2018. En ofschoon er heel veel ellende is in de wereld, heel veel geweld, heel veel oorlog, en eigenlijk vind ik ook nog steeds weer meer uitzicht naar oorlog, wil ik je toch vanaf deze plek een vredig kerstfeest toewensen en fijne feestdagen wensen. Waarschijnlijk kom ik tussen kerst en oud en nieuw nog terug met een video in de serie Tinkercad, maar voor nu zou ik je hele fijne feestdagen willen wensen en tot een volgende keer. Dag!